Onderwijsinstellingen staan voor de taak iedere leerling te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. De hoeveelheid lesmateriaal die daarvoor nodig is, is groot en divers. Daardoor is het soms lastig om lesmateriaal efficiënt te bestellen of om het overzicht te bewaren. Wat zou dit makkelijker kunnen maken? Op Scholen aan Zee in Den Helder is men gestart met een pilot om het gehele bestel- en uitleverproces van leermaterialen soepeler te maken voor leerlingen. Zij werden hierin begeleid door het programma Implementatie Educatieve Contentketen. Het doel van dit programma is om digitaal leermateriaal toegankelijker en bruikbaarder te maken voor het onderwijs. EduRep leverde aan deze pilot een belangrijke bijdrage. EduRep is een educatieve zoekmachine die leerlingen en docenten begeleidt naar het vinden van geschikt lesmateriaal op internet. In EduRep is daarom veel informatie aanwezig over een grote hoeveelheid zowel betaalde als gratis leermaterialen. Deze informatie is op veel manieren te gebruiken in andere educatieve applicaties. In de pilot is een gedeelte van deze informatie, namelijk de informatie over open leermaterialen, op een nieuwe manier toegepast. We zijn dit project gestart vanuit verschillende overwegingen. De meest belangrijke en eerste overweging was wel dat we voortdurend problemen hebben met de unieke ID die nodig is voor het bestellen, maar ook vooral voor het uitleveren van digitale leermiddelen. Dat is één ding. Daarnaast wilden we heel graag meer grip krijgen op ons leermiddelenbeleid. Dat is een belangrijk punt. Het volgende was dat we de leermiddelen die besteld worden, dat die ook direct worden uitgeleverd als ze betaald zijn, als ze besteld zijn. En last but not least, we willen natuurlijk ook de werkzaamheden die we nu moeten doen om digitale content bij de leerling te krijgen, die willen we minimaliseren. En dat is in de eerste pilot goed gelukt. Vroeger kreeg de leerling een lijst met welke boeken hij moest gaan bestellen thuisgestuurd. Daarnaast had elke docent nog een lijstje met aanvullend materiaal. Nu gaat de leerling naar de webshop binnen de eigen elektronische leeromgeving en krijgt daar in één overzicht niet alleen de benodigde boeken te zien, maar ook alle aanvullende materialen, die overigens vaak gratis zijn. De docent bepaalt vooraf welk leermateriaal belangrijk is voor welke klas. De webshop haalt over dit materiaal alle informatie op bij uitgevers, distributeurs en bij EduRep. Voor deze pilot leverde EduRep de informatie over alle open leermaterialen die binnen Scholen aan Zee als aanvullend materiaal gebruikt worden. Zo wordt een compleet overzicht mogelijk, zowel voor de leerling als de school. De leerling kan alles in het eigen overzicht in één keer afrekenen. Het digitale materiaal wordt direct voor hem klaargezet in de elektronische leeromgeving. De efforts die School aan Zee hierin heeft moeten steken zijn zeer gering. Op technisch vlak werden die voor het grootste deel verzorgd door Tri-Ships. En als het gaat om het samenstellen van de boekenlijsten, dat doen we toch al. Het enige extra effort die we hierin moesten steken was aan de voorkant vooral de leermiddelen in beeld brengen van de open en de half open domeinen. Zoals Codename Future, zoals bijvoorbeeld Wikiwijs, die moesten aan de voorkant erin gezet worden. Bij het opzetten van deze webshop is de scholengemeenschap een samenwerking aangegaan met WeSchool, een samenwerkingsverband van adviseur Leo van Beek, adviesbureau Kok en e-learningbedrijf FreeShips. Voor ons was het interessant om als leverancier van de leeromgeving te kunnen kijken hoe kunnen we docenten zo goed helpen om überhaupt digitale materialen te gaan gebruiken. Er is heel veel materiaal. En er wordt relatief weinig van gebruikt. Als we nou in staat zijn de school de leermiddelenlijst te geven, waarin ze zelf kunnen bepalen wat erin staat, commercieel, open, eigen materiaal, dan bieden we hun een oplossing om hun eigen structuur te pakken. En het laatste punt was dan, als je dat eenmaal weet, zet het op de juiste plek, zodat die docent niet hoeft te zoeken en de leerling ook niet hoeft te zoeken wat staat. Oftewel, alle materialen erin en snel vindbaar maken. De pilot is uitgezet bij Scholen aan Zee, gericht op het implementeren van het model van Tri-Ships. Wij komen eigenlijk pas aan zet op het moment dat dat zo ver geïmplementeerd is dat de school de zekerheid heeft
van het werkt. En dan zijn we pas in staat om de stappen te zetten. En WeSchool ondersteunt op basis van de visie van de school die ontwikkeling van de bestaande werkwijze naar de nieuwe werkwijze. De gegevens worden natuurlijk klassiek vandaan gehaald bij de commerciële uitgevers. Die leveren keurig netjes alle benodigde informatie aan. Maar in deze nieuwe manier van werken krijg je natuurlijk andere bronnen erbij. Je krijgt de tussenhandel die dan ook natuurlijk zaken weer verzamelt en probeert door te geven. En dan heb je natuurlijk ook nog EduRep die alle open materialen heeft. En last but not least de docenten die natuurlijk hun eigen spullen hebben. En die tot nu toe een beetje chaotisch zaten. En die krijgen opeens dezelfde structuur als de commerciële materialen. Dus het wordt een heel mooi geheel op die manier. De voordelen voor de leerling die zijn er op verschillende punten. Eén is natuurlijk dat de leerling geen extra account bij een distributeur hoeft aan te maken voor het bestellen van zijn leermiddelen. En het tweede punt is meteen dat hij dan ook geen extra wachtwoord hoeft te onthouden als hij volgend jaar weer leermiddelen wil bestellen. Derde is dat hij gewoon direct uitgeleverd krijgt wat hij besteld heeft. En het allerbelangrijkste, hij kan bestellen in een voor hem bekende omgeving, namelijk onze ELO. Zou het goed zijn dat andere scholen ook deelnemen aan deze pilot? En dan wordt deze pilot geen pilot meer, maar groeit ook echt. Kunnen we meer massa maken naar de uitgeverijen, waardoor deze ook op een goede wijze, niet meer als een pilot, maar als een geëigende manier van bestellen, dit ook gaan overnemen. Meer weten over deze pilot en de vervolgmogelijkheden? Kijk dan op edurep.kennisnet.nl.